Lieve luisteraars, ik ben niet geïnteresseerd in Lidl Kleine. Ik zal u zeggen dat ik er zo weinig van af wist, dat ik maar net vandaag of gisteren heb gelezen dat hij daadwerkelijk klein is. Ik dacht dat Lidl <laughs> Kleine, dat hij eigenlijk heel lang was, twee meter lang, <laughs> en dat het ironisch bedoeld was, maar het blijkt een dwergje te zijn. Het <laughs> ja, verlossen, kunt u mij horen? Ik moest uitzoeken wat de handigste is, waar ik makkelijk parkeer. Bij de jaarbeurs kun je gratis parkeren. Bij de jaarbeurs. Voor de deur, ja. Ik, 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 en hoe lang moet ik daar, hoe ver moet ik daar lopen? Nul meter. Nul meter. Dat is echt voor de deur, zeker als het rustig is. Aha, ik wist het ook. Ik de parkeerplaats van de jaarbus. Ja. En daar ben ik aan. Ja, je moet alleen even goed uitzoeken dat je van de goede kant komt aanrijden, want dat is bij dat station is een heel gedoe. Bij het station, ik bedoel het Centraal Station. Ja, eh? ja. ja. Oké. Okay. Want het is sowieso in Utrecht met de auto een ramp. Ja, hier niet. Maar... Zeker, ik ben nog eens verdwaald s'avonds nadat ik in mijn zon had gebracht. En ik weet niet, ik geloof dat ik er drieënhalf uur over heb gedaan om uit die puinhoop mezelf te bevrijden. Ja. En je weet dat wordt voortdurend ook, wordt het nog veel langer. Dus ze konden gaan, het zal spoedig klaar zijn. En het nou, laatste wat ik gehoord heb, dat het weer drie jaar ging duren. Ja, ik ben lastig. Ook hier geldt dat het werkelijk verbijsterende incompetentie als het gaat om. Toch zou je zeggen, betrekkelijk eenvoudige projecten. Hoe lang loopt dit al niet? He, dat gedoe met dat station. Het is toch bijna klaar nu? Jij gebruikt het woord bijna. Dat kan in Nederland ook 12,5 een half jaar zijn. He? Dus ik zou daar heel terughoudend mee zijn. Maar hoog is wel afgerond, dat nieuwe project. Ze zijn nu nog zo'n groen pand daar aan het bouwen achter het station voor de jaarbeurs. Nou ja, maar nu is het westelijke deel van hoog Laten we zeggen wat aansluit op de oude binnenstad. Dat is in feite een ruïne. Als je daar langs loopt. Dan doet dat Pompei denken. Dat is zwaar verwaarloosd. <laughs> en, ja ik ben daar nog eens op bezoek geweest. Bij een bedrijf. Nou. Echt een agenebbisch boel. Wat waar je u tegen zegt. En ik zou zeggen. Doe daar wat aan. Omdat natuurlijk die verwaarlozing. Van die, ook van die hele gevelrij. Uiteindelijk ertoe leidt dat er niemand in wil zitten. En dan worden er steeds beroerdere bedrijven. Die er nogal in willen. En nou. Dat is niet best. Nee. Kijk, heel Kater oh, Katerijnen is een kapitale vergissing gebleken. Als je denkt van een leuk station en een stationsplein, dat is allemaal heel aardig. Maar goed, dat hebben we nou eenmaal gedaan. Het is wel beter dan dat het was, met al die junks achter die, die zwaar, in die zwarte gaten. Ja, vaten. de junks in die, in die onderdoorgang, dat hebben ze uiteindelijk aangepakt. Ik weet niet waar de junks gebleven zijn, maar dat is waar. Maar ja, dat kon ook al helemaal niet. Ik bedoel, het was verschrikkelijk gewoon weer. Ja, bovendien, je kon op heel Hoogkaterijn, er was niet een, laten we zeggen, een hoekje waar nee, geen junks lagen. En dan had je nog die lui die, als je dan binnenkwam en richting de sporen ging. dan zaten er lui met stukken bossen, bankbiljetten en niet waar, zaten een soort gokspel te spelen. Ja, dat heeft zich ja, ja, nu verplaatst ja, naar Kanaaleiland. Ja, wij zijn met mijn moeder naar de bioscoop geweest. Die bioscoop die daar is op Hoog-Katerijn, is die er nog? Weet je niet, volgens mij wel. Nou ja, we struikelden dus over de verslaafden en de mensen die zaten te gokken. Ja, mijn moeder vond het echt zo vreselijk. Die heeft toch gezegd: Ik wil er nooit meer naartoe. Nee. En terecht. Ik heeft was... sowieso opgehouden met, met de trein te gaan. Zij ging nog wel eens naar de kleinkinderen met de trein. En dan had je altijd. Ze was oud, dat wel. Zo'n koffertje of een tas bij zich. En dan moet je voor, voor Amsterdam in spoor 1. He? En dan sta je daar als bejaarde, en dan wordt oh, twee minuten voor vertrek wordt opgeroepen: de sneltrein naar Amsterdam. zou zal vandaag <laughs> vertrekken van Spoor 14. <laughs> ja, voor mijn moeder was dat ondoenlijk. Niet alleen, dat is een heel eind lopen, namelijk nou, precies helemaal aan de andere kant. Toen is ze ermee gestopt. Ja, en is mijn oude moeder, die best met de trein wilde. Is ermee gestopt. Precies, je ziet dan de trein wel binnenkomen, maar je moet dus of bovenlangs of onderdoor naar dat spoor gaan. je moet had niet de snelheid, dat begrijp je ook al een lichtelijk. Eh, ja, je bent bejaard, dus je loopt wat minder makkelijk. Je moet rolltrappen op en af. Nee, ze is ermee gestopt. Ja. Ik kan me dat nog herinneren, dat in de studententijd daar werd dat ook omgeroepen. En dan was het een holle met z'n allen naar dat andere ja. spoor. En dan liep iedereen elkaar omver. En dan had je nog de kans dat op spoor 14 werd omgeroepen. Door een vergissing zal deze trein niet hier aankomen, maar op spoor 7. He? Nou ja, echt, dat is mogelijk hoor. Ja. ja, en maar, is in de bocht. Maar het nieuwe Hoog is wel een verbetering ten opzichte van het oude. Nou ja, die hal is groter geworden. Je weet, daar is maar één oorzaak voor dat die hal groter is geworden. Dat ze nog meer van die idiote winkeltjes van dure chocoladepillen, damesluncherie, allemaal dingen waarvan je denkt... Dat heb ik wel eens eerder gevraagd. Wie gaat er op het seizoen dameslangerie kopen? Dan ben weet toch ook niet goed, Snik. Als je dat vergeet, dan. Sowieso, bent. als je dat koopt, ben je niet goed, Snik. Maar als je het op het seizoen koopt, dan. Ja, het is behoorlijk fijn hè? ondergoed van de Hema, dat zit prima. Hmm. Heen flauwekul. Ja, maar dat is natuurlijk, mensen zien het dan en denken: Oh ja, dat is misschien wel handig. Ah. Ga er even naar binnen. Je moet toch wachten op zo'n station. Het enige wat je doet is wachten op ja, de trein. Wachten op de bus. Maar we hebben dus stations, helemaal geen stationsgebouw. Nee. Wel, dat bord is weer terug, toch? Met die ouderwetse uh, 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 oh, tijden. Had, dat staat in het Spoorwegmuseum. Dat, ja, dat dacht ik ook, maar volgens mij hebben ze dat teruggehangen weer. Of een heel primitief, mechanisch functionerend bord, volgens mij. Ja, maar wel mooi. En dat, dat maakt zo'n geluid als dat soort. Zo ja, zo'n ruisend geluid ja. maakt het, ja. ja. Als de trein rijdt, althans. Ja, hey, maar dat is dus bij, uh, je kunt dus staan naar naartoe rijden naar de jaarbeurs en je kunt dus voor de deur kun je parkeren. Dat doet mij veel genoegen. Ik denk dat ik het morgenmiddag even doe. Okay. Ik zou wel even iemand Ik meenemen. ben daarover hè, eh, omdat de overheid er niet in geslaagd is om mij in 2,5 week een bewijs van herstel toe te zenden. Dank u wel, overheid. Fijn. Eh, fijn dat u zo attent bent en zo gericht op het bevredigen van de eenvoudige wensen van de burgers. Heb je wel, heb je wel de goede route gevolgd? Ik heb geen flauw idee, maar goed, dat kan heel makkelijk gecorrigeerd worden. Ja. Ik hoop niet dat die booster, dat dat dan helemaal misgaat. Nou, de, de deskunde hebben me uitgelegd. Ik ben niet gebed door de GGD getest, want dan moest ik wachten. En ik wou meteen weten vanzelfsprekend, omdat de kans aanwezig was. Ja. Uh, dus ik ben door een, door een uh, commercieel bedrijf getest. En dat, de communicatie tussen de GGD en de commerciële bedrijven schijnt niet goed te werken. Oké. Okay. Oké, okay, nou goed, dat is bij deze dan uh, rechtgezet. Ja, moet je dit er maar niet allemaal in stoppen? Hoewel, als je dat nou wil doen, wacht voor mij. Kan, kan, misschien kan Kuipers er nog iets aan doen. Ik weet niet of hij luistert, maar die kan misschien nog ingrijpen. A, weet ik zeker dat hij niet luistert. En B, als hij zou luisteren, gaat hij natuurlijk niet. De, de individuele mensen van een notoren mopperaar, die gaat hij natuurlijk niet vervullen. Een goede jongen luistert er wel altijd, hè? Oh ja? Ja, amenteerd. dat geloof ik ook niet. Dat nee, te... zijn medewerker luistert. Dus ja, zijn de... politiek medewerker. Ik denk ook dat, dat, dat die tweet van, van, wanneer was het, twee jaar geleden of zo. Dat dat door zijn medewerker gestuurd is. Het was campagne tijd, lekker scoren. Oh ja. ja. Maar ze maken een script ervan. En dan moet ze het helemaal, er is één iemand die zit dat helemaal uit te typen. En dan zegt hij van Rossum, zegt over Kuipers in dit geval dit. Ah. En dan zit hij dat te lezen. Ja. Nou ja. Dus dat, die, die ministers die doen dat niet zelf. Nee. Eigenlijk word je opgelicht als ze het bericht wel zelf ondertekenen, maar niet zelf gemaakt hebben. Hey, we hebben onderwijsnieuws. Uh, kritische ouders zijn meestal stads- en opgeleid en die vragen veel tijd en aandacht van uh, de leraar. Vooral in het basisonderwijs, enquête van de Volkskrant. En eerder werd gedacht, nou misschien zijn dat wel mensen van het platteland of zijn dat mensen die in de... Nee, rond... dat zijn allemaal zeven vinkjes typisch. ja. Types. ja. Wat vind je daarvan, van die zeven vindjes? Nou, ik moet je zeggen dat ik het, ik had het boekje toegestuurd gekregen. Ik vond de start, ik heb wel de indruk dat heel veel mensen die dit nu vol zelfvertrouwen aan het bespreken zijn, het helemaal niet gelezen hebben. Want verreweg het de leukste deel van het boek is dat hij bij The Guardian heeft gewerkt gedurende een jaar of twee of zo. Joris Luijendijk. Ja, Joris Luijendijk. Nou, en dat, dat werkt bij de, bij de Guardian. En waarom dat mislukt is, ondanks zijn ambities en talenten, want daar hoeven we niet aan te twijfelen, niet waar, dat legt hij goed uit. En dat vond ik een geweldig stuk. En dat vond ik vooral geweldig, omdat ik al vaak aan mensen heb geprobeerd uit te leggen dat ook, zeg maar, zeer verwante culturen, in mijn geval is dat natuurlijk veel meer Amerika dan Engeland, maar zeer verwante culturen, feitelijk vaak op een hele subtiele en, en rare en vaak onverklaarbare manier totaal anders zijn. Hey, ik heb het al met mijn Amerikaanse familie, die heb ik veel gesproken, daar kan ik prima mee opschieten, maar bijvoorbeeld mijn manier van praten, dat. Eh, I'm a bit sharp, vinden zij. Wat, wat, kun je er een voorbeeld van noemen? Nou ja, dat ik gewoon zeg waar het op staat. He? Of je zegt van, eh, wat is dat voor stomme motherfucker, Ik noem maar wat op. Dat vinden ze niet fijn. Doe ze in Amerika toch ook? <laughs> Nou, niet in mijn familie in ieder geval. Maar ik wil maar zeggen, het, het gaat om. Alle dingen zijn in Amerika net precies een gaatje anders. Ik zal maar zeggen: in Amerika kiezen ze op de high school de persoon most likely to succeed. Nou, als je dat in Nederland doet, dan word je de tent uitgelachen. Hoe werkt dat dan? Wat is dat voor iets? Ja, dan kies je dus de jongen of het meisje waarvan je denkt dat hij het meest succesvol zal zijn in de samenleving. En waarom doen ze dat? Omdat ze altijd in dit soort van slappe, competitieve termen denken. En dan? De bij ons, wij denken ook wel in competitieve termen, maar anders dan zij. Ja, maar dan ben je bij een soort bij van... hen is het veel meer openlijk. Ja. Net zo goed als je bij ons bij het voetballen... een paar van die meisjes zou hebben met die pompons. Dat al heel gauw iemand zeg maar, ze zeggen... flikker op met die meisjes, eh, ga voetballen. Eh, in plaats van die onzin. Het is, het is lastig om het te zeggen, maar hij legt dat enorm leuk uit... Dat, dat het vrijwel niet in kaart te brengen is wat er anders is. Vooral omdat je steeds denkt dat het eigenlijk hetzelfde is, maar dat is het niet. Het is niet hetzelfde. Ik zweer het je. Ik heb het ook aan mijn kinderen geprobeerd uit te leggen. En die gingen toen mijn dochter, die is meer tweemaal langdurig in de Het Tom jan Mees komt hij altijd voorbij. Hij heeft toch nu een hondje aangeschaft. Heeft hij een hondje? Wacht oh ja, ik maar. zie het, ja. <laughs> ja. Nieuws, nationaal nieuws. Tom Jan Mees heeft een hondje gekocht. <laughs> Moet je ook eens een stuk over schrijven? Of is het een kat? Oh. Nee, nee, nee. Ik weet het niet. Hij heeft geen L. Vind... Nee, het is een kat die voor mij. Oh, okay. <laughs> Sorry. Het is fake nieuws, dames en heren. Fake nieuws. Tom Jan Mees heeft geen hondje. Hij heeft een kat geenthousiasmeerd. Schrijft ook prima stukken, vandaar dat het zo ja, ook... van zal zijn. Ja, het is, nou goed, ik vond dus dat die start hartstikke leuk. Ja, voor de rest is het, loopt het goed, maar ja, weet je ook al wat, hoe het zit. Het was voor mij nou geen nieuws om te horen dat mensen die eh, in Leiden lid van het koor zijn geweest op het gymnasium hebben gezeten. Nou ja, Wopke, ons Wopke. En hetero zijn. Ja, en hetero zijn en wit zijn en zo, en zo dat die het goed doen in de samenleving. Daar kijk ik niet van op natuurlijk heeft het wel goed bedacht, want het sluit helemaal aan ja, bij de aard. Nou, nee, de grote fonds is die zeven vinkjes natuurlijk. Ja, ja. Die in feite, ja. In hoeverre klopt dat? Ik, ik vond dat uh, die Rosanne Hertzberger wel een aardig. Herzberger, Hertzberg, Herzberger, daar weet ik het niet precies. Excuses. Um, een aardig stukje had geschreven. Dat, ja, ook wel mannen met zeven vinkjes. die kunnen geplaagd zijn in hun jeugd. Die kunnen een een of ander gebrek hebben. Die kunnen volkomen geschifte ouders hebben gehad. Nou ja, stapelde probleem. En dat zie je niet. En dat kan, ook, dat kan ook een enorme hinderpaal zijn. Dat is voor mensen zonder zeven vinkjes ook een hinderpaal. Maar ik wil maar zeggen, de wereld zit wel toch ingewikkelder in elkaar... dan de zeven vinkjes suggereren. Ben ik zelf niet een prima voorbeeld van zeven vinkjes... Maar enorm geplaagd in mijn jeugd. En dat is iets wat je, wat je bijblijft in je leven. He? Blijft een litteken. Ja. Maar wat vind je, wat draagt het boek bij aan de discussie en aan de maatschappij? Nou ja, ik, ik wil helemaal niet, eh, ik hoop veel. En ik hoop dat geweldig goed verkocht wordt voor Joris Luijendijk natuurlijk. Maar ik zie niet in wat er nieuw aan is. Nee, nee. nou goed de ophef. Nou ja, dat is eigenlijk de hele crux van het boek. Dat hij zelf ook zegt, er is niks nieuws aan. Maar ja, we letten er toch te weinig op. Ja. Voordat je dit soort van dingen maatschappelijk veranderd hebt, dat hebben we het vaak over gehad. Er zijn allerlei dingen die worden algemeen gezien als wenselijk. Maar krijg het maar zover dat dat wenselijke gedrag ook daadwerkelijk het vertoonde gedrag wordt. Dat is niet zo simpel. Nee. We hebben dat ten aanzien van de MeToo natuurlijk al uitgebreid besproken stond overigens nog een vrij komisch interview met drie oude dames in de kwaliteitskrant. Die zeiden, wij vonden het hartstikke leuk dat we nageroepen werden vanaf de stijgen Ja, of nagefloten. Ja, en nagefloten, want dan deden we nog een extra ommetje. Waardoor je toch, nou ja, waardoor je toch dacht van, zo gek was het vroeger nog niet. Ja, misschien was het veel mis, maar maar nou, hebben je... iets meer in Maar het zal zo meteen nog wel weer afzwakken. Dus nu is ja, het... dat denk ik. We zijn nu op een hoogtepunt. Een soort van... Maar goed, het, ook, het, het, ook dit gedrag. Wat we allemaal beschouwen als, als wenselijk om afgeschaft te worden. Ja, dat, dat is niet zo simpel. Nee. nee. Samenlevingen, culturen zitten complex in elkaar. Je kunt een steentje wegtrekken, dan valt er een ander steentje. Nou, Kortom, Precies. maak je niet te blij met dat het allemaal spoedig totaal zal veranderen. Hoe vaak hebben we dat nou al niet gedacht? Ja. Hmm. Neem de jaren zestig, jongen, jongen, jongen. Zochtens ja, je, je ogen open deed, dacht ja, gelukkig, gelukkig, vloeit mij. Gebraden duiven vlieren me in de mond. Het is, alles wordt beter en anders. We gaan allemaal gekleurde leuke bloemetjes over hem de aantrekken, dansen op straat. En kijk eens wat het geworden is de jaren zeventig. Precies, en nu en nog? veel behoerder kon het niet worden. Denk je dat ze hier in het studentenhuis of bij Minerva in Leiden... dat ze daar elkaar aanspreken, de mannen... als er weer over vrouwen grappen worden gemaakt... of bangalijsten worden gemaakt? Nee, ik ben bang voor niet. Nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Dat wil zeggen, iedereen, alle mannen kunnen getuigen... dat mannen onder elkaar vaak op stuitende manier over vrouwen praat. Ja, beestachtig. Maar nu uh, vertelde ik dat laatst... en toen zei die mevrouw tegen wie ik dit vertelde... of suggereerde, die zei... nou, hoe vrouwen onder elkaar over mannen praten... is ook niet zo gezellig. O, hoe is dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft ze me niet verteld natuurlijk. Ja, en ik ben geen vrouw. Ik kan me natuurlijk helemaal verbobben... en als, als vrouwelijke onderkruip... Maar dat heb jij niet begrijpt. gevraagd. Van hoe gaat dat dan? Wat nee, 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 nee. Want ik heb begrijp wel eens een beetje hoe dat gaat. Ja, hoe dan? Niet best. Oké. Okay. <laughs> Die best. Heb je nog het Twanhuis ook gezien met uh, Joris Luijendijk over die zeven vinkjes? Want die uh, nee, botsen... dat heb ik niet gezien, want ik ik, ik, ik slaap altijd nog als dat het programma is. Buitenhof is één uur op zondag. Ja, dat weet ik, maar voordat ik voordat ik in staat ben om naar Buitenhof te kijken, en dan. <laughs> Dat, dat duurt nog wel even. Okay. De... Luijendijk zei in ieder geval tegen van... Ja, jij bent eigenlijk ook ongeschikt als presentator. Want jij voldoet ook aan al deze eisen. Ja, ze je... kunnen wel aan de hang blijven natuurlijk. Ja, en, en toen werd Twan: Vond dat natuurlijk niet leuk. Dus die zei: Dat vind ik niet. En uh, er werd ook gediscussieerd of ze het boek wel hadden gelezen. Ik helemaal. Ik weet niet, op de, op, als ik je even naloop, dan is vrijwel iedereen volledig ongeschikt om presentator te worden. Nou, hoe werd het dan niet? Nou, ik denk dat die afgezien van het feit dat hij niet wit is. dat hij dat nog wel met die zes vinkjes wegkomt. Volgens mij heeft hij ook. Uh, VWO gedaan, hij ah, heeft ja. gestudeerd, hij is jurist als ik het wel heb. Hij is een niet-onsuccesvolle zakenman. Nou ja, ja. dus ik, ik weet dat zo niet. Ik denk dat die, afgezien van zijn kleur, eh, is die volgens mij zes vinkjes haalt hij gauw. Ja. Dan even terug naar die ouders. Hè, naar dat onderzoek, wat uh, dus in uh, de andere kwaliteitskrant, de Volkskrant namelijk, uh, gedaan werd. De en andere we... kwaliteitskrant, dat vind ik wel een uh, hele zware uitdrukking. Ik, ja, weet, ik heb een volkskrantcomplex. Ja, dat weet, ik, dat weet ik. Maar mensen vroegen zich ook af: wat bedoel jij met de kwaliteitskrant? Er was een hele discussie <laughs> over het, op Telegram. Dus, jij bedoelt NRC, hè? Ja, de NRC. Ja, voor de... ja, daar zit een ironisch element in. Ja, ja, ja. Lieve, lieve de debattanten, <laughs> neem het allemaal niet al te serieus. Het is in ieder geval niet de Telegraaf. Maar, uh... Nee, hoe je het ook wendt of keert, de Telegraaf is geen kwaliteitskrant. Die zou het best kunnen zijn, omdat onderdelen van de Telegraaf, zoals iedereen je kan vertellen, van heel behoorlijke kwaliteit zijn. Maar het wordt natuurlijk gerund op de voorpagina. Ja, god, wat is dat? Dat is sensationeel kletsnieuws. Ja, nou, als je het vergelijkt met buitenland, dan valt het nog wel mee. En gaan ze in Groot-Brittannië. Als je kijkt. ons vergelijkt met buitenland, dan valt het in Nederland altijd mee. Ja, maar even dat onderzoek over die, uh, die uh, uh, ouders. Die zijn dus heel veel eisend. HAVO is geen uh, optie. Dat is ook een boek trouwens. Van, uh, Mark... Nee, dat is van die ouders natuurlijk allemaal heel begrijpelijk, toch? Ja, dus je probeert je kind zoveel mogelijk te pushen naar zo hoog mogelijk schoolniveau. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Ja, maar wat, wat natuurlijk hieruit blijkt is dat sommige kinderen van hoogopgeleide ouders... die zijn niet geschikt voor bijvoorbeeld HAVO of VWO. Nee, dat is voorkomen juist. Maar dan... er zijn tal van methodes om ze geschikt te maken. Oh ja? Wat ja, dan? Jazeker. Er zijn hele... Strenge particuliere opleidingen dat kost je een scherp geld maar met een beetje goede wil en als ze echt niet totaal randabil zijn krijg je ze wel op VWO niveau eraf hmm. maar de leraren die uh... Nogmaals, ze zitvlees hebben en ja je IQ moet geen 80 zijn maar dan, dan uh, je komt een hele tijd met 100. maar heb jij wat je... gemiddeld is ja maar het, ik kan me wel voorstellen dat leraren dus ouders aan het bureau krijgen. die dus schijnbaar ook hele lange mails sturen. waar ze heel veel dingen Ja, op en ze schijnen ook bedreigd te worden. So. Ja, van als je ja. niet naar de haven gaat of naar de VWO. Het ja, dat sommige ouders met een, met een ketting zagen <laughs> naar de ouderavond gaan. Ja. ja. Dat is wel bizar. Dat dat ja, gaat. dat schijnt bizar. ja. Maar dan komt dat allerlei mensen natuurlijk. Dat heeft iets te maken met de. hoe gek het ook klinkt. met een heel positieve ontwikkeling. Namelijk de, de vergaande individuele emancipatie. Vroeger was het natuurlijk een groot deel van de bevolking dat die sprak met twee woorden. Die zei u en die nam zijn pet af als de elite voorbij komt. En tegenwoordig halen ze een kettingzaag uit hun zak. Ja, maar dus ook, en dat is dus het punt, ook hoogopgeleide en stadse mensen. Hè? Juist. zijn geen, geen Juist, want die weten dat als je de boot mist. en dat begint op de middelbare school. dan ben je goed de klos. Ja. Kijk, vaak, in Nederland is het vaak zo dat de middelbare school moeilijker is dan de studie. Ja, dat weten veel mensen niet, maar ik kan je garanderen. Ik heb gymnasium in Berthe gedaan. En echt waar. Dat is een stuk moeilijker dan geschiedenis studeren. Bah, ja, geschiedenis dan met zes minnen. Maar ja, dat kun je zo organiseren. Ja, 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 en, ja, je haalt kansen. Je kiest een makkelijk programmaatje. Je weet dat Piet Jansen altijd hoger zei. Nou ja, kortom, je kan het zo organiseren dat. En ik denk dat dat in veel en gamma Studies feitelijk het geval is. Ik heb het niet over wiskunde, medicijnen enzovoort. Ik heb het niet over studies waar je werkelijk iets leert. Sorry dat dit enigszins beledigend klinkt. Dus eh, op die middelbare school, daar moet je het maken. Zit je eenmaal aan de universiteit en heb je een beetje een, een lollig lollige alfas- eh, of gamma Studietje gevonden, dan moet het wel lukken. Je hey, weet je, wat kun je in Nederland zonder dat je dokter anders bent? Niet veel, hè? Nou, dat valt toch ook wel mee? Nou, nee, ik heb het vaak genoeg. Vroeger had je, als je vroeger Mulo B had, dan werd je chef plantsoenendienst in Roermond helemaal geen probleem. <laughs> en tegenwoordig eh, wordt daar een, een academicus voor Maar Er zijn toch genoeg mensen die, die, die pochen met het feit dat ze geen opleiding hebben gedaan en heel succesvol zijn. Ja, dat zijn uitzonderingen. Laat je niks wijs maken. Het gaat hier over, we hebben het hier over statistiek. Ja, je kunt altijd wel een ondernemer vinden die van school gestuurd is. En... De grote vaart is gegaan en, en weet ik wat voor verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Het, schu het schuurtje van de buren in de fik gestoken heeft. Ten slotte is die multimiljonair geworden. Nou, ja, dat kan. Maar nogmaals, het gaat, het gaat hier om de statistiek. Op de Pabo krijgen ze ook een, uh, een oefening in met lastige ouders omgaan. Hè? Dus dan gaan ze een soort ja, van debat, uh, debat ja. gaan ze organiseren ja. met elkaar. Wat ja. ze in politieke partijen ook doen. Dan speelt iemand Sven Kokkelman. Maar dat doen ze dus op die scholen ook. Dat speelt Sven Kokkelman. Dat zal nog niet meevallen. Nee. <laughs> Maar dan heb je toch wel eens gehoord dat als er bijvoorbeeld een politiek debat komt, dan speelt iemand kokkelman. Van hoe je daarmee mee om moet gaan dan. Nee, dat heb ik nooit van gehoord. Nee, dat gebeurt in politieke partijen. Oh, ik heb nooit een probleem gehad met Sven Kokkelman. Het lijkt me een hele leuke Dat man. Is, eh, als, je zegt, als, je, als je zegt dat je het er niet mee eens bent, dan vindt hij dat wel acceptabel. Ja. ja hij, kan, hij kan wel boos kijken, maar dat, dat moet je niet wel van aantrekken. Nee. Uh, Lil Kleine, trouwens. Ja, ik heb dat maar eventjes. Uh, dat wordt ook door luisteraars gevraagd. Omdat het dus ook in de kwaliteitskrant uh, stond. Uh, heeft Maarten nog uh, uh, gevolg wat er met Lil Kleine allemaal is gebeurd in de nasleep van de voice. Uh... Nee, dat heb ik allemaal niet gelezen. Ik ben... Uh, lieve luisteraars, ik ben niet geïnteresseerd in Lil Kleine. Ik zal u zeggen dat ik er zo weinig van af wist. Dat ik maar net vandaag of gisteren heb gelezen dat hij daadwerkelijk klein is. Ik dacht dat heel <laughs> Klein, dat hij dat, dat, dat eigenlijk heel lang was, twee meter lang. <laughs> en dat het ironisch bedoeld was. Maar het blijkt een dwergje te zijn. <laughs> ja. Hij heet ook niet echt heel Klein. Dat staat niet in zijn paspoort, hè? Dat snap je. <laughs> ja, hij is eigenlijk Piet Jansen. Ik, nee, sorry. Ik begrijp ook de opwinding daarover totaal niet. Maar als je dit artikel zi ziet, dan sla je het over. Dan ja. Oké, want het stond wel in de NRC, hè? Ja. Nou, het kan zijn dat ik het door kop lees. Dan weet je vaak ook wel eens een beetje wat het over gaat. Ja. Heb ik vaak ook wel eens aanbevolen voor long reads. Lees de eerste alinea, lees de laatste alinea. Ja. Dan ben je redelijk op de hoogte. Ja, ja hij had dus zijn vriendin. Had hij Kijk je met... de krant serieus leest, ben je de hele week mee bezig. Dus ja, dat, dat kan komt. En er komt iedere dag een nieuwe. Dus, uh, maar hij heeft zijn vriendin met haar hoofd tussen, de, <laughs> tussen het portier gestopt <laughs> en mishandeld. Ja, sorry. En daar was een filmpje van. En, uh, ja, ik begreep dat hij dat al eerder had gedaan. Dus ik kan nemen aan dat die, dat die vriendin vrijwillig bij hem blijft. Dus dan. Die vriendin adviseer ik in dit geval. Je weet dat de mannen met losse handjes, daar gaat nooit over. Dus dat is niet zo dat ze leergedrag vertonen en dan. Uh, nee. Dus ik adviseer zijn vriendin, uh, vertrek. Ja. Nou, hij is inmiddels weer voor de mensen die het uh, wel volgen. Hij is weer op, op vol, vrije voeten. En daar heeft het OM in ieder geval <coughs> open van gezegd. Dat willen we eigenlijk niet, want er is genoeg reden om hem vast te houden. Want die vriendin heeft dus geen aangifte gedaan. Van dit feit. Terwijl... Ja, dat zit er toch met de gebakken papieren. Hoezo? Nou, ze kunnen wel vervolgen, maar dan, moet het, dan moeten er andere getuigen zijn. Maar er is een filmpje hè, waar het op staat, waar het op te zien ah, is. Ah, dat is tegenwoordig wel. Kijk, die iPhone heeft ook allerlei grote voor- en nadelen. Namelijk dat er filmpjes worden gemaakt, vooral in Amerika. Stel op YouTube. Het, het, het afschuwelijke gedrag van Amerikaanse agenten is natuurlijk juist door het filmen met die iPhones, is dat aan het licht gekomen. Mm. Dat was er vroeger ook wel, alleen zei die agent altijd, ja hij werd agressief, ik moest schieten, ik kon niet anders en nu weten we hoe het vaak in werkelijkheid gaat. Mm. Dus dat is een positief effect van de iPhone. Ik neem aan dat er ook negatieve effecten zijn. Met, met shaming en, en met dat soort van de dingen. De dickpics. Bijvoorbeeld, ja. 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 Dat is op ja, de Het is natuurlijk ook niet iets waar ik over lachen moet. Maar hoe gek moet je zijn om zo'n bericht aan, aan een jouw volkomen onbekende jonge vrouw te sturen. Nou ja, we moet moeten we een keer een Overmars vragen waarom die dat heeft gedaan. Er moet iets grondig mis zijn in je hoofd. Dat kan haast niet anders. Ja. Nou ja, misschien is die... En dan Overmars. Die man is multi, multi, multimiljonair. Hij kan toch een, een, een escort bellen. Waar <laughs> is dit goed voor? Dit suffe gedrag en Dit zijn lui die hun eigen carrière torpederen. Ja, maar is dat dan natuurlijk... moeten ze dat toch ook realiseren of niet? Ja. Nou, ik denk dat hij dan denkt... Misschien staat hij daar niet bij stil op het moment dat hij dat doet. Hij denkt, dat kan wel eventjes. En dat was natuurlijk op het moment... Kijk, nu al met al dat nieuws zal iedereen wel even nadenken... oh, dit moet misschien niet doen. Ik weet niet, Overmars was toch ook een heel klein ventje? Die was, ja, dat was de broer ja. van de heel kleine. Ja. ja, precies, daar heb je het al. Ja, dit, eh. ja. Maar die heeft natuurlijk een, le een leuke collega, denk ik. Ja, dat is natuurlijk leuke psychologie. Maar... Ja. ja, nee, dat klopt. Eventjes kijken, we hadden nog een reactie van een piloot... die heeft gereageerd uh, over het ja. salaris van de piloot. Hè? Ja, dat was het, vond ik ook een hele realistische brief. Ja. Waar we veel van hebben geleerd, natuurlijk. Hoe is het met de piloten? Heel veel jonge mannen willen kennelijk piloot worden. Die uh, opleidingen zijn schuwduur. Ja. Ik begrijp totaal niet waarom dat zo is. 200.000 gulden heeft deze man ja, betaald. Bij mij weten zijn ze in Amerika een stuk goedkoper. Hmm. En als je dan zo al die schulden hebt gemaakt. en dan ben je dus uiteindelijk gecertificeerd als piloot. Uh, dan heb je geen werk. Want ik begreep uit de brief dat de helft van die arme piloten. Ambitieuze jonge piloten, dat hij geen werk vindt en vervolgens failliet gaat. Wat wel heel droevig is. De briefschrijver overigens had een keurige betrekking met de KLM gevonden. En bij de KLM begin je als piloot, volgens zijn brief, op een modaal salaris. Nou ja, dat, daar heb je begrip voor. Dat is 36.000 euro. Zoiets, ja. ja. En dat, dat vind ik voor me. 737 te besturen lijkt ja. mij dat een, een reëel inkomen. Ik heb geen idee wat een buschauffeur verdient. Ja. Maar... Ik vond dat trouwens opvallend. Ik heb dat even opgezocht. En in de nationale beroepengids staat dat het wel ietsje hoger is. Oh. Hij zit wel in de buurt, maar het scheelde volgens mij toch een 10.000 euro. Maar goed, dat. Nou uh... ja, het, het zit er ergens in de buurt. Ja. En als je dan carrière maakt. en uh, je bent een captain op, op zo'n reuze zo vliegtuig. wat, laten uh, we naar Tokio vliegt <tus> over de Pool. dat is natuurlijk ook veel moeilijker. Dat begrijp je wel. In de richting naar dan verdien je, begreep ik wel, aanzienlijk meer. Ja, in de laatste jaren van je carrière. Ja, in de laatste, Dat geldt natuurlijk voor al die directeuren en hoge omes en hoge pieten. Dat natuurlijk die enorme salarissen zijn vaak in de laatste jaren van de carrière. Waarbij ik wel even de kritische vraag stel, hoe zit het dan met de pensioenopbouw? Is dat een gemiddelde over het totaal van de carrière, zoals dat tegenwoordig bij mij weten bij ambtenaren het geval is... Of is de pensioenopbouw op basis van dat enorme inkomen. wat je de laatste zes, zeven jaar als directeur geniet. Zoals het vroeger ook bij de ambtelijke, in de ambtelijke sfeer was. Zodat ze aan de universiteit bijvoorbeeld. Dan heb je twee soorten hoogleraren, namelijk dik betaalde hoogleraren en nogal mager betaalde hoogleraren. Dus de zogenaamde A en B hoogleraren. A's zijn de armen, B's zijn de rijken, zal ik nou maar even zeggen. En dan was de kunst om die A hoogleraren, die werden dan vier jaar voordat ze opkrasten, nog vlug B hoogleraar gemaakt. En daar was het pensioen op gebaseerd. Wat ik eigenlijk niet in de haak vond, eerlijk gezegd. Hmm. Dat is gerepareerd, tegenwoordig is het de gemiddelde over het totaal van je carrière. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk op veel plekken. Hè? Ja, zeker. Ik weet ook een... Daarom wil ik dus altijd graag weten hoe functioneert de pensioenopbouw. Oké, okay, nou, dat kan deze man misschien eventjes laten weten. Ja. Ik weet ook van omroepen. Maar hoe dat... het ook zij, dat dat. Kijk, vroeger. ik die lui waar ik vroeger over gelezen heb. Die dan zo'n jumbo-captains. Die 7, tussen de vier en de zeven ton per jaar verdienden. Dat is kennelijk toch niet meer. Wel, ze verdienen goed. Maar het is niet meer het paradijs wat het vroeger was. Wat ook deels natuurlijk geldt voor medische specialisten. Precies, hij zei ook van we moeten dat niet overdrijven. En hij zegt er wordt vaak ten onrechte gedacht dat er dus door piloten heel veel geld verdiend wordt. Ja. Dat, dat weerlegt hij dus. Maar ja, ik hoor van ook de cardiologen, daar worden er ook veel te veel van gemaakt. Die hebben hartstikke moeite om werk te vinden. Ja, ben je dus eindeloos ja. opgeleid bij 35. Ja. Je bent een geschoold cardioloog en ik kun geen werk vinden. Dat is toch ook wat? Dat is wel schijnend ja. Ja, overigens uh, noemde hij ook nog een uh, voorbeeld van uh, Zembla. We zullen dat linkje eventjes in de beschrijving zetten, want hij zegt dat er dus ook uh, uh, vliegscholen zijn, met name de sportvliegscholen, die dus profiteren van uh, die opleiding. Die zetten die opleiding te hoog ja, in de markt. Ja, kortom, precies. Het is, het is een vorm van, van uh, uitbuiting. Ja, de Zembla documentaire heet documentaire Ik, ja. Handel in jongensdromen. Ja, ah, precies. Ik wil ook graag weten, of we dan toch lekker bezig zijn. Met research. Je moet wel oppassen dat dit niet te veel werk gaat kosten. En hoe dat op die Amerikaanse vliegscholen is. Ja. Nou ja, misschien zijn er misschien... Maar in no time hebben wij geleerd van de kapers van 9-11. Waar ja. je in no time gecertificeerd <kwijnt> kunt worden voor toch relatief grote vliegtuigen. Ja, dus een tweede onderzoeksvraag is: hoe zijn de internationale ja. verschillen? Zeker. Nog één ding, dat wist ik niet: pay to fly bij Ryanair. Daar moet je dus betalen als piloot om te mogen ja, dat vliegen. Ja, had ik wel eens gehoord: om ervaring op te doen. Ja. Ja, en... nou, je net, dat is scherp. Hè? En daarom zijn die tickets inderdaad zo goedkoop, maar dan stap je toch niet meer in een vliegtuig als je dit weet? <laughs> je weet dat ze. Precies. Uh, nou, als je alles zou weten, dat kan ik je garanderen, zou je nooit meer in een vliegtuig stappen. Uh, van hoeveel maatschappijen hebben we in de loop der jaren gelezen dat het onderhoud nou soms wel een beetje schetsmatig is. Uh, dat ze met oude vliegtuigen vliegen, nou ja, gaan ze maar door. Ik uh, zou zeggen dat uh, uh, nooit. Uh, ik heb van mensen gehoord die een auto huren, mensen bij vakantie zijn. En dat je dan een levensgevaarlijk wrak. <laughs> in een levensgevaarlijk wrak <laughs> moet rondrijden. Dus ik ben daar niet zo zeker van. En een beetje wel zeker dat die treinen waar je anders in gaat zitten. Dat die, ik denk dat vliegen bij alle mogelijke misstanden. Uh, nog een stuk veiliger is dan met de auto gaan. Ja ik weet toen ik in, in de... Ja, de, de, route, de auto de route dus soleil, dus dat is uh, in de, de in de verkeerde seizoenen natuurlijk ook een, een ticket naar het ziekenhuis Zeker. Maar toen ik in uh, Indonesië een tijdje heb gereisd, en dan ging je ook kijken van welke vliegtuigmaatschappij is het meest betrouwbaar. Want er waren er ook, die, daar werd gezegd van dan moet je echt niet meer vliegen. Want dat, uh... Oh, Ik zou daar sowieso niet aan vliegen geloof ik. Was dat in Garuda? Nee, dan moest je dus van, uh, van Jakarta moest je naar, naar Bali, om er iets te noemen. Oh, dat waren kleine vliegtuigmaatschappijen. Precies, maar ja, dat kun je, dat kun je, als je dat over het land doet, ben je een beetje twee dagen onderweg. En dan moet je ook nog met de boot? Ja, ik ben er echt voor om twee dagen onderweg te zijn. Nou, daar niet op? Dat is worden. reizen. Ik bedoel, de mensen lullen altijd over dat reizen. Maar dan moet je niet met een vliegtuig gaan. Maar weet je hoe de wegen er daar toe? zijn? We hebben, nou ook, hebben we dat besproken met mijn reis in Amerika. Dat al die Amerikanen zeiden, wat? Ga je met de auto? Wat is dat voor onzin? Je ja, maar moet daar heb... met een vliegtuig gaan. Nee, vliegen, vliegen is geen reizen. Ja, maar daar heb je natuurlijk goede geasfalteerde wegen in Amerika. Nou, dat valt boven in Montana helemaal niet mee, kan ik je verzekeren. Ja, okay. Daar hadden we ook nog iets over. Uh, iemand begreep niet waarom jij een optreden van Elvis had afgeslagen. Want je was misschien wel de ja. laatste bekende Nederlander die Elvis nog live ja, had kunnen zien. Ja, dat is, heb ik van vele kennissen gehoord, hoe het mogelijk is dat je elvis overslaat en naar uh, Vets gaat dat. Maar ik vond Vets veel leuker. En wat ik er nog uit heb gelet, is dat Elvis natuurlijk <laughs> volledig afgetakeld was. Dat was een, een, een drugsnuiver, een, een, een dik geworden drugsnuiver. Even kijken, wat zei nog iemand die had ook zijn hele reis had herbeleefd? Ja, uh, dat heb ik ook gezien. Ook een leuke brief. Ja, dat was wel leuk. En die Ken man... ik hebben veel meer mensen wel eens gedacht: van god, ik wil een auto in Amerika en ik ga rijden. Ook omdat het een land is wat, waar je kunt gaan rijden. Ja. Kijk, ik weet niet hoe dat in Rusland is. Kun je daar gaan rijden? Dat weet ik eigenlijk niet. Of überhaupt wegen zijn achter Moskou. Dirk zou som... moeten eens bellen, die kan het wel vertellen. Nou ja, die zit in Moskou hoor. Bert Aarts was dat inderdaad. Die ja. zegt: Ik herbeleefde mijn eigen US-trip. Die was toen met de nachttrein van New York naar Cleveland, Ohio, gegaan. En daar heeft hij rondgezworven, een concert van de Stones bezocht. En daarna heeft hij een auto gehuurd. Dat was geen Pinto zoals jij, maar een Toyota met airco. En, ja, verstandig. en wat hij ook schreef, dat vond ik wel grappig. Hij was toen, eh, volgens mij, een paar weken onderweg en hij was niet bereikbaar gewoon. Dus toen hij terugkwam in New York, toen kreeg hij op zijn donder van waarom was jij niet bereikbaar in Nee, ik was ook niet bereikbaar, maar daar lag niemand wakker van bij mijn weten. Nee. Ik belde mijn echtgenoten één keer per week. Ja, maar hij zei dus ook: van nu is het niet meer denkbaar dat je die periode niet bereikbaar bent. Nou ja, ik zet mijn telefoon vaak uit. Ja, goed maar dan bel je s'avonds terug of de dag daarna, maar niet drie ja, weken ja, later. Dat is wel, vind ik ook wel een sterk punt van de moderne telefoon. Dat je kunt zien wie er gebeld heeft. Maar Nade, iemand? nadeel is natuurlijk dat je dat die mensen ook weten dat dat in je schaam staat. En dan als je niet belt, dat ze dan ja, zo, hij heeft me overgeslagen. En dan gaan ze onbekend bellen. Ja, dat is ook vrij irritant. Anoniem. Of met een ander nummer. dat betekent dat zij het actief uitgezet moeten hebben, toch? Ja, dat klopt. Ja, of je moet volgens mij sterretje 31 sterretje. Dan, dan activeer je het automatisch. Jij weet er weer meer vanaf dan ik. Dank u wel, overheid. Fijn.